zijn ze, dames en heren, de drie orkesten van vanavond. In totaal zo'n 100 muzikanten. En zij hebben voor u deze anderhalf uur, ongeveer anderhalf uur, tap toegebracht met vier leuke en goede shows. En ze gaan nu een gezamenlijk nummer brengen. Een aantal jaren geleden kwamen tientallen muziekkorpsen uit Nederland bij elkaar, georganiseerd door de Stichting Combinatie van Korpsen. En zij brachten gezamenlijk een mars die speciaal gemaakt was om met z'n allen, en dat waren honderden muzikanten, om met z'n allen een mars te spelen. Die mars heet de SCVK-mars en die gaat u vanavond horen, gespeeld door de drie orkesten onder leiding van de tangomeester van Metro, Sander van Ingen. VK-mars. En daarmee eindigt zeg maar deze tap toe. Dan gaan we natuurlijk nog kijken en luisteren naar de afmars van de drie orkesten. En dat is allereerst de muziekvereniging, de zingende decoupeerzag uit Budel. Zwaait u nog even naar ze. En ze staan onder leiding van de heer Van Tongen. Thank you.
optredende orkest, dames en heren, die vast wat netter het terrein af zullen komen, is de drumfanfare Haaglanden uit Pijnakker. Voordat we, dames en heren, het licht uit gaan doen om te gaan kijken naar het vuurwerk, vraag ik natuurlijk nog even uw aandacht en applaus voor de show en drum van Fanfare Metro uit Scheveningen. Schrikt u niet, het licht gaat uit, want we gaan zo dadelijk beginnen met het vuurwerk. Over enkele ogenblikken kijkt u in de richting van het sportpark en dan zult u dat gaan zien, u aangeboden door de Oranje Vereniging Pijnakker.